ontzettend veel sms gekregen vanochtend vroeg al. Iedereen doet wel enthousiast over die geweldige kijkcijfers. Ontzettend leuk. Wat zoveel mensen het waarderen, dat is natuurlijk, dat maakt je heel erg blij. Dat is leuk. Wie is de mol? Niemand is te vertrouwen. En niets is wat het lijkt. Mensen zijn ontzettend enthousiast over Wie is de Mol. Je merkt dat het echt een programma is wat veel mensen in hun hart gesloten hebben. En veel mensen vragen, ja, zeg het dan maar, Pieter-Jan, wie is de mol? Kom op. Zo langzamerhand ken ik echt alle trucjes om te zorgen dat je niet verraadt wie de mol is. Nee, dat kan ook niet, want dat kost je 250.000 euro. Ja, dat moet lekker op zijn rekening staan. Dus je kijkt wel uit dat je zegt wie het is. Maar er zijn al wel weer forums geopend waar iedereen heel druk gespeculeert wie het zou kunnen zijn. Ik weet het niet zo goed naar zo'n eerste. Ik vind het altijd lastig. Ik vind het zin. Die is onverwachte mol. Ik zou dat te zin vinden. Is het niet in de top 3 van mensen waarvan de mensen denken niet? Nee, want dat is hint. Hint staat echt bovenaan waarvan ze moeten denken. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen dat je daarin trapt. Ja, die verdraaiing. Ik van. Of Kim. Kim staat tweede en Erik derde. Dus ja, ik weet het nog niet. Ik ga gewoon volgende week donderdag 8:30 naar dat ene kijken. En misschien heb ik dan nog een mol. Oké, ik ook. Kijk jij ook, ja. Buurman uit België, Ronald J., de moord op zijn buurjongen en meisje heeft bekend, is de politie er 90% zeker van dat hij ook meer weet over de moord op Aniek van Uitsel in 2007. Ronald kwam toen ook al naar voren in het onderzoek, maar hij werd daar nooit voor ondervraagd. Ondanks haar drukke agenda wist Lady Gaga toch nog tijd...